Goedendag en welkom bij het COVID-19-journaal voor vandaag woensdag 26 mei. Vandaag in het journaal. Zuurstofvoorziening in gevaar. Assembleelid Patricia Etnel gevaccineerd. Minister Amar Ramadien teleurgesteld in pakkettenverstrekker. In Nederland gaan steeds meer weigeraars coronavaccin toch overstaan. De zuurstofvoorziening naar COVID-patiënten is nu op een cruciaal punt beland. Op dit moment hebben wij een groot probleem met onze voorraden. Dit zei minister Amar Ramadien dinsdagavond aan de redactie van het COVID-19-journaal na zijn rondleiding in zuurstoffabriek Kobo. Op korte termijn kijken wij aan tegen een serieus probleem voor wat betreft onze zuurstofvoorraden. Ook de zuurstofimporten lopen op dit moment vertraging op. Dit heeft onder meer te maken met de grote vraag die er wereldwijd op dit moment is. En daar maakt onze volksgezondheidsminister zich ernstig zorgen over. We hebben zojuist een op verzoek van de zuurstofproducent ook in Suriname, Kobo, een bezoek gebracht om mij te oriënteren hier over de problemen die bestaan en ook die aankomen. De problemen die aankomen met betrekking tot de zuurstofgaranties. Er zijn grote uitdagingen. Je ziet hier achter mij een zuurstofplant. Hier is er een zuurstoffabriek waar ik ook een rondleiding heb gehad. Maar als ik luister naar de producent en de vraag die de ziekenhuizen hebben en de productie op dagbasis, maar ook de beschikbare zuurstof in tanks, vanuit waar die kleinere tanks worden geladen, dan denk ik dat wij een serieus probleem hebben met zuurstof binnen korte termijn. Mits er natuurlijk genoeg aanvulling komt. Maar ook de import van zuurstof is vertraagd. Verschillende oorzaken daartoe. Er zijn verschillende oorzaken daarvoor. Eén is de aanlevering vanuit de fabrikant. Maar ook internationale perikelen. De vraag voor zuurstof is enorm groot. Internationaal, ook regionaal. En leveranciers kunnen ook niet voldoen aan de vraag steeds van afnemers. Dus er is een serieuze uitdaging. Vandaar dat ik ook besloten heb om, om dit bezoek spoed in te lassen. En we hebben een aantal zaken besproken. Er zijn wel oplossingen die we moeten bedenken. En ik ga me inzetten, zeker met de regering, om dit probleem tot het minimum te beperken. De effecten van het zuurstoftekort eventueel. Maar nogmaals, ik benadruk hier. Zuurstof is een randvoorwaarde. Nu op dit moment in de zorg voor onze COVID-patiënten. Wanneer iemand naar het ziekenhuis gaat nu, is het eigenlijk alleen om één ding. Als het om COVID gaat. Mensen die in ademnood zijn. Simpelweg omdat het virus onze luchtwegen aantast. En daarmee de persoon in grote zuurstofproblemen komt. Daarvoor gaan de mensen naar het ziekenhuis om zuurstof te krijgen. Ik kreeg net, terwijl ik hier kwam, waren zowel de pick-up van het AZP als de pick-up van het Diakonesse ziekenhuis hier bezig een aantal tanks te vullen. Wanneer deze pick-ups, en dat heb ik me laten vertellen door de mensen hier, de eigenaar, wanneer deze pick-ups vertrekken van hier, en dit is een ongoing proces de hele dag, we staan er niet bij stil. Wanneer die pick-ups van hier vertrekken, staan de tanks daar al ready om gevuld te worden. Maar die tank, die grote tank, die kan ook maar een bepaalde capaciteit hebben. En de aanlevering van deze grote tanks, die is in gevaar. De zuurstofvoorziening is in gevaar. De COVID-varianten die ons land nu in greep hebben, zijn de Manaus-variant en de Britse variant. Deze nieuwe types zijn gevaarlijker omdat de longen veel sneller en erger worden aangetast, waardoor er veel meer zuurstof dan voorheen nodig is. Het is een enorme uitdaging om niet alleen de zuurstofgarantie veilig te stellen, maar ook de capaciteit in onze zorginstellingen te bewaken. Je ziet ook met die varianten dat de vraag naar zuurstof vele malen groter is dan in die vorige golf. Vele mensen, jonge mensen zelf, hebben een enorme grote vraag naar zuurstof. En zo een van die tanks, ik hoop dat u zo meteen hebt gefilmd, kan bij maximaal gebruik hooguit een 5 tot 6 uren trekken. Dus dan moet die tank weer gevuld worden. Dus zo'n tank zou feitelijk bij full gebruik
zo'n 3 tot 4 keer per dag gevuld moeten worden. Maar het is een boodschap die ik naar de samenleving wil geven. Let op uzelf. Let op uw bewegingen. Let op wat u doet. Vergeet die Mohana niet. Vergeet die afstand niet. Vergeet je handen wassen niet. En vergeet je ook niet te vaccineren. Uiteraard, we hebben nu even een issue met vaccineren. Maar het komt goed. We gaan vaccineren en als we beginnen te vaccineren, ga zo snel mogelijk. Dit bezoek aan de zuurstoffabriek heeft me eigenlijk een beetje meer inzicht gegeven. Ik maak hierbij de statement als minister dat de zuurstofvoorziening naar onze patiënten, COVID-patiënten, op dit moment ook op een cruciaal punt staat. Er zijn garanties voor leveringen. Er zijn garanties dat we nog kunnen bieden zuurstof aan de ziekenhuizen. Dit is één van de bedrijven. Toch zijn nog 2 spelers op de markt die ook nu zich hebben gebundeld. Dat hebben we gevraagd als regering om je te bundelen. Om het eigenlijk de vraag van de ziekenhuizen als een pakket te zien. Ja, als één lichaam die we leveren naar alle ziekenhuizen. Er zijn issues ook. De leverancier geeft me aan hier, minister, onze rekeningen zijn sinds 2015 niet optimaal betaald. Ook daar is die uitdaging er. Maar we gaan als regering er alles eraan doen om de betalingen naar de zuurstofleveranciers te garanderen. Ja, het is een enorme uitdaging. Het is een enorme lastige periode. We zitten nu al, hoe laat is het, 11 uur, 's avonds. En ik weet nu in mijn achterhoofd dat er ook patiënten zijn in het ziekenhuis die zich op dit moment geen bed kunnen veroorloven, we hebben geen plek. Dat is ook de uitdaging. Terwijl ik hier de rondleiding doe, de telefoontjes binnen over de plaatsing van patiënten, de plekken die we moeten creëren. Het is een hele cruciale situatie. Ons positiviteitspercentage is 50% vandaag. Het hoogste tot nu toe wat we ooit hebben gezien in Suriname. Ik denk dat we als Suriname moeten begrijpen dat we grote risico's op dit moment lopen. De regering heeft zeker aan de zuurstofleveranciers aangegeven alles in het werk te stellen dat de zuurstofgaranties die we hier zelf kunnen produceren zoveel mogelijk moeten plaatsvinden. De import, we kijken naar opties in Trinidad en Guyana. Daar zijn we nu mee bezig, samen met een collega van de Buitenlandse Zaken. En we hopen dat er een snelle oplossing komt hierin. Maar in ieder geval, de leveringen naar ziekenhuizen van zuurstof, levering van zuurstof, is in groot gevaar. De minister benadrukt dat de toediening van zuurstof een randvoorwaarde is in de zorg van COVID-patiënten. Bij de besmetting met het virus worden de luchtwegen aangetast en mensen hebben zuurstof nodig, zegt minister Ramadien. In de zuurstoffabriek Kobo wordt er met man en macht gewerkt tot in de nachtelijke uren om ervoor te zorgen dat de ziekenhuizen optimaal worden voorzien van zuurstof. Een van de verantwoordelijken is de heer Ramjiawan. Hij geeft aan hoe ernstig de situatie ook in de fabriek is en hoe men er alles aan doet om de voorziening te blijven garanderen. Op dit ogenblik is de situatie heel kritiek. Wat ik daarmee beoog te zeggen, het is nu al bijkans 11:30 in de avond. U hoort het geluid van de zuurstoffabriek. We zijn hier even gestopt om straks weer te draaien. We hebben nu ziekenhuizen die zelf hun cilinders komen afhalen. Iets wat we voordien niet hadden. Voordien gingen we dat zelf leveren. We leverden van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 5:30. En dat was het. Maar nu draaien we rond de klok en wat we vullen wordt dan gelijk naar de patiënt toegebracht. Het moment dat er een auto naar hier komt, dan praat ik exact over ziekenhuiscilinders. Die cilinders hebben allemaal een identificatienummer. Die nummers worden opgenomen. Er wordt een visuele controle gedaan, inspectie. Op die cilinder is het dan goed bevonden. Wordt hij dan nu met COVID wordt hij dan eerst gespoten? Is hij dan ontreinigd? Dan wordt hij naar binnen gebracht. En op het moment dat hij naar binnen is, wordt hij dan meteen gevuld. Er komen momenten voor waarbij die trucks dan ook nog wachten op die cilinders, dat hij dan gelijk afgevoerd kan worden. Wat we nu hebben in onze ISO-tank, we hebben nog 2 dagen voorraad. Daar praat ik over een gemiddeld verbruik van 600 cilinders per dag, wat we de afgelopen 3 weken hebben moeten produceren. Maar dan hebben we nog een fabriek. En daar kunnen we dan zeker 200 tot 250 cilinders per 24 uur meevullen. De zuurstofman laat ook een noodkreet horen. Ze werken hard om alle ziekenhuizen van zuurstof te voorzien. Maar de gemeenschap zal zich ook ervan doordrongen moeten zijn
hoe ernstig de COVID-situatie in ons land is. Ja, wat ik wel zou willen hebben, mensen, jullie zien allemaal wat er hier gebeurt. Er zijn beelden eerder geschoten van ziekenhuizen. Zometeen komt er weer een pick-up van academisch ziekenhuis om medisch zuurstof af te voeren. Die awareness, die groep die het al heeft, die moet wel ervoor zorgen dat hij dan die groep die het nog niet heeft, bijbrengt. Ik bedoel van wat er nu gebeurt, wat er nu buiten gebeurt, ik zie dan weer dat er mensen lopen zonder neuskap. Dat er weer mensen die 1,5 meter distance niet meer, ja, hoe moet ik het noemen, dat soort dingen zijn vergeten. Dus als ze dan proberen om dan weer die awareness bij die mensen teweeg te brengen. Ons land is op dit moment in zwaar financieel-economisch weer. Surinamers hebben er alles voor over om het hoofd boven water te kunnen houden. De regering staat voor een enorme uitdaging om ons land uit deze precaire situatie te halen. Mensen hebben het moeilijk en met de COVID-pandemie die de wereld nu in zijn macht heeft, is het geen eenvoudige taak om optimaal invulling te geven aan tal van zaken. En natuurlijk zijn er amabele personen en groepen met het hart op de juiste plek. Mensen die zich geroepen voelen om de zwaarst getroffenen een handje te helpen. Middels de tegemoetkomingen zoals financiële injecties, maar ook met het verstrekken van voedselpakketten. Dit is onlangs helaas helemaal misgelopen en daar heeft de minister zich behoorlijk aan gestoord. Hij doet een beroep op alle rechtgeaarde Surinamers die een handje willen helpen om alvorens dit te doen eerst af te stemmen met het ministerie van Volksgezondheid. Contact naar een minister voor Gesondheid Affairsie if you want yepi, you kondre man. Dat ook een luku soort vast de voor doet dit dat man verantwoord te vasten. Trafas de. Als je kijkt naar mensen die pakketten verdelen, zonder dat er daarvoor goede afstemming is met de leiding van het ministerie, dan maak ik me wel zorgen, ja. Want die vraag wordt aan mij gesteld, minister, hebt u toestemming gegeven voor de pakketten? Nee, deze minister gaat geen toestemming geven voor onverantwoorde handelingen. Ik kom niet aan het initiatief van de pakkettenverdeler. Maar het kan ook op een andere manier. Ik maak me enorm boos om zulke situaties. Omdat het mensen zijn die goed contact hebben. Mensen die snel kunnen in contact kunnen komen met me. Het zijn mensen met wie ik contact heb. Vraag het even. Denk even aan die verantwoordelijkheid. Denk even eraan wat het effect kan zijn als ik zoiets opzet. En ik kan me niet voorstellen dat personen zulke acties gaan ondernemen te midden van een COVID-crisis waar we 50% besmettingen hebben. Waar we bijna 200 besmettingen op een dag hebben. Dit is onkan. Dit is onverantwoord. Dit is afkeurenswaardig. En ik wil ieder oproepen. Bent u van plan iets te doen voor die samenleving? Ik erken dat mensen misschien behoefte hebben aan ondersteuning. Maar dat kan het ook op een andere manier. Ko orga sambu. Kono play lekasanawa poepi sang. Ik hou niet van dat soort dingen. Het is niet verantwoord. Had je me gevraagd, we organiseren dat ding, mensen krijgen een huis, hun pakketten. Dat is een andere zaak. Maar dit is niet goed. En ik zeg nogmaals, ik keur het af. Ook een actie van een band. Of ook een actie van groeperingen. Die beseffen niet hoe gevaarlijk het is. Ik kom niet aan het recht van protesteren. De president heeft het ook gezegd. We komen niet aan het recht. Maar waar is je eigen verantwoordelijkheid? Ben je blij als je ziet dat na een week door jouw handelen nog meer mensen besmet zijn? Dat nog meer mensen hun geliefde verlaten? Dat nog meer mensen komen te overlijden? Dit is een noodkreet die ik hierbij uit als minister van Volksgezondheid. We doen keihard ons best. De zorgverleners zijn elke dag bezig met de patiënten. Met de organisatie van de zorg. En ja, daar zijn ze terecht boos vandaag. Dan word ik terecht gebeld door heel veel verpleegkundigen. En door artsen van minister. Kijk wat er gebeurt. Terwijl wij bezig zijn hier die COVID-zorg te leveren. Zorgen andere mensen ervoor dat er meer COVID-patiënten komen. Veel verstandig. Dat dan niet, vraag ik me af. Vanuit de zorgverlening is ook verbolgen gereageerd op de acties van onverantwoordelijken. Het werkt demotiverend en dat heeft de minister diep geraakt om zulks te moeten vernemen.
Hij doet nogmaals een beroep op iedere Surinamer die wil helpen om eerst in contact te treden met zijn ministerie alvorens handelingen te plegen die de gezondheid van burgers in gevaar kan brengen. Ik heb een heleboel telefoongesprekken, telefoontjes gehad vandaag van zorgverleners, doktoren, maar ook andere personen in de samenleving. U zult niet willen weten hoe druk mijn app was, WhatsApp, met berichten van kijk minister. Terwijl de overheid probeert een aantal zaken in place te hebben, zijn er onverantwoorden in de samenleving die niet verder nadenken en maar zaken doen. Ik kom niet aan het idee, het kan goed zijn, er is een noodzaak, er is een behoefte, maar het kan anders georganiseerd worden. Maar ik heb ook hier gesproken met die zuurstof tank shower. Ik heb ook gesproken met hem. En die man zijn motivatieniveau is zo verlaagd van minister, ik werk hier dag en nacht. Ik werk 24 uur in shift. En om vandaag te zien dat terwijl wij hier zuurstof leveren voor de ziekenhuizen, dat andere personen het gewoon niet serieus nemen. Dat zij zaken organiseren waar mensen bij elkaar komen. En dat hij me gebroken, ja. Ik heb het gevoeld toen die man me even zegt dat hij zich gedemotiveerd voelt. We proberen hier met man en macht levens te redden. We hebben een aantal grootafnemers van ons industriële die we hebben stopgezet, waarvan we de levering hebben stopgezet. Waar wij denken dat we dan met het huidige voorraad wat we hebben, die groep kunnen accommoderen die nu aan zuurstof toe is, zien we dat een hele grote groep zich nog niet bewust is van wat de gevaren van COVID zijn. Nu weten we zeker van het moment dat we dan hier een auto hebben van ziekenhuizen, dat we dat niet kunnen bevoorraden. Maar als er nieuwe patiënten bij komen, die garantie kan ik niet geven. De rek bij ons is al helemaal uit. Dit is, we draaien nu echt op onze piek. Meer kunnen we niet doen. Ik kan hem best begrijpen. En dat is het gevoel wat ook onder u leeft. Als samenleving. Ik zeg nogmaals, we moeten verder gaan. We moeten de situatie goed analyseren. We moeten begrijpen wat onze verantwoordelijkheid is. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid. We hebben als overheid, grootste werkgever, de overheidsdiensten gesloten. Met al die essentiële zaken. Niet zomaar. Omdat we onze mensen willen beschermen. We willen de besmetting op werkplekken verminderen. Zo ook het bedrijfsleven. Dus ik vind het heel erg en heel jammer dat zulke zaken gebeuren. Maar in vervolg zeg ik alleen, dit soort dingen mogen zich niet herhalen. Aan de organisator van dit evenement zeg ik. No duas amoro, lek fagot ide. Kong takangami. Aksi mi fam mi wan plan, mi wan cawan tu dari sanggi desma, ob mi wangi paket, mi bakreping, ma understand itu, ma gima okasi, ko mi denki ifa fasang kapsa tap wan feilak fasi, ma nuno de, a feilak fasi a fas fai doing, total ano bum, im bakreping, dat im bakrep, and if i bakrep dati dayo sab sa may badul, ma dawgo samo ang dedi na asset pi na checkpoint, na drape o luku fas may pinadrape. Naar zuurstof. Dus laten we dat goed doen. En de overheid is er om mensen te ondersteunen. De overheid is er om mensen die zaken willen doen in het belang van het land te helpen, na te denken. Daarom kunnen we protocollen schrijven, hebben we dat ook gedaan. Dus nogmaals een oproep aan de samenleving. Niet de mensen die vandaag die pakketten zijn gehaald zijn de schuldigen. Niet die mensen kunnen we niet kwalijk nemen. Maar het kan beter. En we moeten dat zien te voorkomen. Het kan beter. En we moeten voorkomen dat door onverantwoordelijke handelingen de samenleving nodeloos in gevaar wordt gebracht. Ondertussen raakt de voorraad vaccins op. Er worden op dit moment serieuze gesprekken gevoerd met verschillende landen om op korte termijn meer vaccins naar ons land te halen. Mensen die reeds hun eerste prik gehad hebben, zijn in ieder geval verzekerd van hun tweede prik. Deze garantie geeft minister Ramadien. We hebben vaccins, gesprekken met diverse landen. We kijken, uiteraard is het spoor ingezet, het traject ingezet om zoveel mogelijk vaccins binnen te halen. Op binnen de kortst mogelijke tijd. We hopen dat daar successen uitkomen. Ik kan niet alles prijsgeven, zeker niet vanwege de afspraak die we hebben met landen. Dat we dat goed bespreken eerst, kijken naar de vraag. Maar op dit moment kan ik wel aangeven dat ieder die een eerste prik gehad heeft, verzekerd is van de tweede prik. De eerste prikkers die zijn even gedaald op dit moment naar een maximum per dag. Maar zodra wij meer vaccins krijgen en we de garantie hebben dat vaccins komen,
gaan wij die campagne opengooien. En we gaan tot na de weken naar de mensen gaan om de campagne op te starten, om de campagne door te laten gaan. Vaccins op dit moment, vaccineren is de enige duurzame bescherming. Je kan een beetje besmet raken. Ik kom nog net van ergens waar iemand me zegt, ja maar minister, ik ben gevaccineerd, maar toch niet kiezen aan COVID. Ja, we hebben niet gezegd dat je het vaccineren je nooit meer COVID kan krijgen. Zelfs ik die volledig gevaccineerd ben, kan nog besmet raken. Daarom heb ik dit op. Maar, daar zit het erin. Word ik ernstig ziek? De kans dat je ernstig ziek wordt bij het vaccineren, als je gevaccineerd bent, is heel klein. De kans dat je komt te overlijden, is heel klein. Ga nu kijken. De mensen die nu in ernstige zuurstofnood zijn, de mensen die nu in de IC liggen, zijn mensen die niet zijn gevaccineerd. En ik ga ze niet beschuldigen dat ze niet gevaccineerd zijn, dat ze daarom daar liggen. Maar het geeft wel aan hoe belangrijk het is om je te vaccineren. NPS-assembleelid Patricia Etnel is onlangs ook gevaccineerd. Zij geeft net als minister Ramadine het belang aan van vaccinatie. Waarom ik me heb laten vaccineren? Omdat het heel erg belangrijk is dat we gaan naar het nieuwe normaal. Een jaar geleden werd de wereld geconfronteerd met het COVID-19-pandemie. En een van de oplossingen en denk ik het belangrijkste was dat we ons moeten laten vaccineren. En we weten dat er zoveel ziektes zijn. Polio is ook een ziekte, tetanus. Maar doordat we onze kinderen hebben laten vaccineren, kunnen ze vandaag zichzelf beschermen. Dus oplossing voor het COVID-19-virus is je laten vaccineren. En dat heb ik gedaan als voorbeeld voor anderen. Ja, de mensen die anderen oproepen om niet te laten vaccineren, vind ik het is jouw goed recht hoe je anderen wil bewegen om iets te doen. Maar we weten en we beseffen dat het gedrag van ons bepalend is om te komen tot het nieuwe normaal. En niemand gaat kunnen zeggen we zullen COVID-vrij zijn. COVID zal blijven in deze samenleving, zal blijven in deze wereld. Belangrijk is dat je moet laten vaccineren om ervoor te zorgen dat je jezelf beschermt. En niemand verplicht je ook om te vaccineren. Laat het duidelijk zijn. Het is iets van je vrije wil. Maar als je vindt dat je jezelf moet beschermen, je vindt van, luister, als ik COVID-19 krijg, moet ik sowieso beter worden, dan is de oplossing om je te laten vaccineren. Dus ik roep de mensen op die anderen oproepen om niet te laten vaccineren, om terug te gaan naar die boodschap en na te denken of dat de juiste is die je aan anderen moet doorgeven. Als je vindt dat je niet weet wat je moet zeggen, blijf gewoon stil. Dat was het weer voor deze aflevering van het COVID-19 Journaal. Mensen, nogmaals een beroep. Het is een ernstige situatie in Suriname. Houdt u zich aan de Mohana-regels en blijf thuis. Ga niet zomaar op straat. Ga niet mengen met mensen. Want er is geen plaats in een ziekenhuis als jij nu COVID krijgt. We zijn terug met een nieuwe aflevering de volgende keer. Goedendag.